Een goedenavond, dames en heren. Als er op donderdagavond een voetbalmatch wordt uitgezonden op 1, dan moet het wel een heel belangrijke voetbalmatch zijn. En dat is het ook. We gaan kijken naar een kwartfinale in de beker van België tussen Anderlecht en Club Brugge. We zijn in het Loppenpark. Anderlecht is dus de thuisploeg. En één van beide ploegen gaat zich plaatsen voor de halve finales. Daar zijn al drie ploegen voor geplaatst. Dat zijn Antwerp, Zultewaregem en Kortrijk. Eén vraag brandde op de lippen de voorbije dagen. Speelt Vincent Kompany tegen Club Brugge? Het antwoord is affirmatief. Kompany komt aan de aftrap. Hij is een van de 22 starters in deze kwartfinale van de Crocky Cup. Wij hebben Gert Verheyen en Wesley Sonck naar boven in de tribune gestuurd met veel pennen en kleurpotloden en ook heel veel papier, want zij gaan tijdens de rust en na de match deze kwartfinale van de beker analyseren. We zijn bijna klaar voor de aftrap, nog een kleine 5 minuten. Filip Joos die zit klaar in de commentaartribune en ik geef heel graag het woord aan hem. Betway, trotse sponsor van de Crocky Cup. Een heel goede avond, beste voetballiefhebbers. Welkom in het Astridpark, het Lottopark voor de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge. De kwartfinale, zoals Karel al zei, de laatste der kwartfinales. KV Kortrijk, Zultewaregem en Antwerp hebben zich al geplaatst. Dat is één elftal dat het matig tot slecht doet in de competitie. Kortrijk en twee teams die erg goed bezig zijn in de vaderlandse competitie. Zultewaregem en Antwerp. En de vraag is, komt daar het elftal bij dat het allerbeste bezig is in de competitie, namelijk Club Brugge? Of komt daar de ploeg bij die tot dusver het meest ontgoocheld heeft in die competitie? En dat zou dan Anderlecht zijn. Het is bekervoetbal. Zeg nooit, nooit als Club Brugge zijn inhaalwedstrijd op Charleroi zou winnen. Heeft het meer dan het dubbel aantal punten van Anderlecht verzameld in de Jupiler Pro League. Dat is een zeer opvallend cijfer. Maar dit is de beker, dan heeft de underdog altijd onvermoede krachten. En vandaag is Anderlecht in eigen stadion toch de underdog tegen Club Brugge. Dat in de competitie maar één keer verloor op de Bosuil. Dat in Europa goede prestaties leverde. En daar stond Anderlecht dan toch een beetje naar te kijken. Maar vandaag is de kans om revanche te nemen voor Paars-Wit. Ook op die wedstrijd, die non-match van Anderlecht in Brugge in de competitie. Toen het maar met 2-1 verloor en de uitslag veel, veel hoger had kunnen oplopen. We kijken naar de kopjes. Eerst van de spelers van de thuisploeg. Met daarbij maar liefst 7 nieuwe jongens vergeleken met die wedstrijd in september in Brugge tegen Club. Scheidsrechter is de heer Bram van Driessen. Een garantie in principe in dit soort matchen. Maar zeg dat nooit te luid, want het is een moeilijke job. En de kopjes van Club met maar 1 nieuweling. Als we terugblikken op die partij. De 2-1 zegen in de competitie tegen Anderlecht. Mechelen speelt in plaats van Mitrovic. Voor het overige 10 dezelfde jongens. Stadion helemaal uitverkocht, want bekervoetbal met dit soort affiches trekt mensen richting de grasmat. De ploeg van Anderlecht met dus Van Kronbruggen in doel. Lucas, Kompany, Kana en Kobout achterin. Kayembe, Sambi Lokonga en Vlap op het middenveld. Jawel, Vlap in de basis. Doku en Salemakers in steun van spits Roof. De aanvoerder is Vincent Kompany. En die van Club is Ruud Vormer. De vaantjes worden uitgewisseld, dan kunnen ze gaan tossen. Vormer mag kiezen met een grapje erbij. En het is Kompany die de tos gewonnen heeft. Enfin, Vormer heeft hem dus verloren. De mannen van Club, de elf van Philippe Clément, met dus Mignolet in doel. Mata, Mechelen en Deli vormen de drie mans achterhoede. Sobol links, Diatta rechts, maar die zal hoger lopen. Balanta, Van Aken en Vormer vormen het middenveld. En Dennis en Touw die
lopen in de spits en lopen echt een beetje overal. De handen worden geschud. En Simon Mignolet, die natuurlijk graag die beker zou pakken. Hij heeft één beker op zijn erelijst, is de Champions League. Maar niet als voetballer, wel als bankzitter toen. Die van vorig seizoen met Alisson Becker in doel. Terwijl we de VAR ook even in het vizier hebben met Alexandre Boucault en zijn assistenten. Mignolet is ook teruggekeerd naar België om prijzen te pakken. Gilles De Bilde gaf de aftrap. Hendrik van Kronbrugge ook aan een sterk seizoen bezig. Met nog wat lenigheidsoefeningen. En de grasmat die er toch al wat beter uitziet dan in die laatste thuiswedstrijd tegen Charleroi. Al zie je nog altijd de naden liggen. De matten zijn pas nieuw. En de kleur is ook nog niet je dat, maar dat schijnt niet onlogisch te zijn. De aftrap was voor Club Brugge. Deli, de Ivoriaan, meteen diep voor Dennis en Compagnie. Een eerste overtreding van Dennis. Compagnie meteen toch even getest. Twee bekerwedstrijden voorlopig waren geen succes. Hij viel twee keer uit op Beerschot en op Mouscron. Twee keer kwalificeerde Anderlecht zich met een 2-3 zege. Op het kiel na verlengingen zelfs. Roof komt dat duel winnen, maar Mata doet dat ook bij Salemakers en Diatta aan de bal. Een geweldig seizoen bezig, maar deze paas is minder geweldig. Tot Jolijt van het thuispubliek. De uittrap voor Van Kronbrugge. Verkouteren, twee bekerzegens als speler, geen enkele als coach. Anderlecht dit seizoen onder zijn hoede gekomen. Na de problemen die ongeveer even breed uitgesmeerd zijn als de formatieproblemen van de regering. Mata, Diatta, Vormer en Percy Tau. Opnieuw Diatta. Terugkeer Vlap. Nee, balbezit voor Club met Percy Tau. Vlag blijft beneden. Dennis in zijn typische stijl. Een overtreding van Vlap. Vrije trap voor de bezoekers. Zijn seizoen begon zo mooi. Tegen Oostende. Een doelpunt en een afgekeurde goal. Deed het daar ook wel handig, zagen we op de herhaling. Vormer met de vrijschop. Dat kan niet, een bal erop. Iedereen rond de 16 van Anderlecht. Alle veldspelers zijn op dit beeld vervat. En gekoopt Kobout. Sobol. Opnieuw Emmanuel Dennis. Zeer bedrijvig. De bal voor Deli. De Brugge met balbezit. Mata, Vormer, Tau. Doku vol in het duel. Bal gerecupereerd door de diepe spits. Roof, kijk waar die zit. En Compagnie, onder druk gezet door Hans van Aken. Diepgang bij Salemakers. Doku, Salemakers. Mechelen had dat doorzien. Salemakers pikt op. Maar goed duel van Clinton Mata. Dennis, 1-op-1 met Compagnie. Goed verdedigd van de aanvoerder van Anderlecht. Wedstrijd meteen vol gas. Hoog tempo. Terwijl er nog altijd mensen de tribunes opstappen. En Lucassen een bal in die tribunes keilt. Daar Salemakers en Mata.
Van Aken. In de ruimte aangegooid. Weer de opbouw van Club Brugge over rechts met Diatta. Vormer aan het wijzen. En Diatta voert uit. Sobol. Tau die vraagt tussen de linies. Sambi Lokonga zit ertussen. Compagnie ook in de buurt. Zuid-Afrikaan haalt de bal er even uit. Mata. Ingeleverd. Dat was even Kana. Salemakers heeft het moeilijk met Clinton Mata. Mata de 16 in. Nog steeds. Eerste schot op doel. De save van Van Kronbrugge. In zijn korte hoek. De eerste kans van de partij is voor Club Brugge. Salemakers die daar opnieuw het duel verliest met Mata. Een goede redding. Want lang geen onaardige doelpoging. De hoekschop is genomen. Percy Tau komt naar binnen. Even Van Aken gezocht. Sambi Lokonga onder druk van Deli. En die is dan iets te enthousiast met de duw. Nog eens dat schot van Clinton Matta. En de redding van Van Kronbrugge. Die niet naar voren jast, maar Compagnie aanspeelt. En die toch moet opletten, want kijk. Balverlies, omdat Dennis bij die bal zat. Compagnie dwingt dat dan af, die korte paas. Terwijl dat toch al een paar keer tot grote problemen heeft geleid voor Anderlecht in de loop van deze jaargang. Van Aken. En Mechelen. Veel beweging bij Club. Lucas niet. En dan toch maar Sobol die oppikt. Van Aken. Dennis. Door de benen. Mooi werk. Deli. Club zet de wedstrijd onmiddellijk naar zijn hand. Toont wie de leidersploeg is. En wil dat ook afdwingen in de beker. Salemakers vraagt. Overtreding, Mata. Nee, zegt scheidsrechter Van Driessen. Voetballen met Van Aken. En Diatta. Tau buitenom. Dennis. Als je meegegeven met Diatta van Kronbrugge. Weer de redding. Percy Tau. Het is een blitzkrieg van Club Brugge. 7 minuten ver. Opnieuw de redding van Hendrik van Kronbrugge. Mooie combinatie door het hart van het strafschopgebied van Anderlecht. De voorzet van Vormer gaat aan iedereen voorbij. Lucas. Ja, Club Brugge kan zich eigenlijk geen betere start inbeelden. Ja. Eentje met een doelpunt natuurlijk. Maar de aanpak van deze wedstrijd nagenoeg perfect in de openingsfase. En Anderlecht geraakt niet over de middenlijn. Vlap, nu misschien met Kobout. Salemakers, goed aangenomen. Doku, publiek valt moed. Doku, voor Salemakers. Balanta valt, Salemakers draait weg. Vlap wil de bal. De voorzet richting Roef, ja, niet de juiste keuze. Vlap vraagt, wat deed je nou? Begin bij Doku, het antwoord van Anderlecht. Dan Balanta die dat niet goed doet. En dan had hij er altijd Vlap moeten uitpikken. Maar hij heeft enkel oog voor wat zich voor hem afspeelt. Achtste wedstrijdminuut. Eerste corner ook voor Anderlecht. Tweede in de partij. Compagnie mee in de 16. Komt naar die eerste paal, de klassieke move. Mignolet in 2 keer. Rosita, al niet over de zijlijn. Nu wel, maar de ingooi voor Club Brugge.
even twee ballen op het veld. Kersitouw kan het zich veroorloven om die even weg te trappen. Diatta. Dennis. Goed diep gelopen. En dan loopt hij de overtreding uit en doet Kana. Simpel. Nog eens die aanval. Diatta, Dennis. Heerlijk balletje tussendoor. Van Kroonbrugge staat pan. Nieuwe vrije trap voor club inmiddels met Ruud Vormer achter de bal. Vonden daar toch het gaatje. Nee, club. Alleen niet voorbij Van Kroonbrugge. Beweging in de 16. Kayembe haalt weg. Diatta, Tau, Balanta, opnieuw Diatta, paas binnendoor is goed, Vormer, bal achteruit. Een overtreding op Doku. Nee, Anderlecht moet iets proberen, want op deze manier kan je de partijen eigenlijk niet winnen. Is het toch wachten op die treffer. Die bijna niet anders dan in het doel van Hendrik van Kroonbrugge vallen. Ruud Vormer. Gevaarlijke bal. Laatst aangeraakt. Door een bruggeling leek mij. Moet eens kijken. Niet iedereen aan het opletten. En het was toch Dennis. Die daar nog aankwam. Hoe dan ook, tweede hoekschop voor club. En misschien dat de VAR intussen wel even meegeeft aan de ref. Het was eigenlijk geen corner. Dan gaat hij net iets gretiger fluiten mocht hij in contact zien. Ja, het was verrassend dat Percy Tau met rechts wilde voorzetten. Van Aken, Tau, weer zitten ze in de 16. Tau, we zijn het. Kreeg die bal niet meer voor de goal. Club Brugge heeft zijn gala kostuum aangetrokken. En is wervelend aan de partij begonnen. Met zeer veel beweging voor de bal. Anderlecht moet achteruit leunen. En de storm even laten overgaan. Want lijkt voorlopig het enige waartoe Paarswit bij machten is. Kijk aan dat balbezit. En het balbezit op de helft van de tegenstander zou nog net iets verrassender zijn. Salemakers gaat de ene blunder na de andere. Heeft het knap lastig met Matta. Van Aken, spel verlegd. Diatta. Voorzet. Tau probeerde weg te kruipen in de rug van Kayembe. Kana krijgt de bal niet weg. Diatta opnieuw de combinatie gezocht van Kroonbrugge. Ja, werkloos is hij niet. De doelman van de thuisploeg. Lucas, diepgang bij Doku. Hij is snel, dus Deli moet toch even alle zeilen bijzetten. Mignolet. En opnieuw Deli. En even wat stilstand bij Club Brugge, dus de lange bal. Percy Tau, handig geknikt tot bij Vormer. Diatta, daar is Club Brugge al opnieuw. Diatta en Kobout, die wijkt. De voorzet en Dennis. Compagnie uiteindelijk. Met Vormer die nog even in zijn rug kwam opduiken. Roef. Bal bijhouden. Is moeilijk. Sobol. Roef die daar bijna voor balbezit zorgt. Maar als een lastige vlieg wordt weggeslagen door Deli. Clinton Matta.
in Sambi Lokonga. Ook dit soort wedstrijden waarin hij het moet laten zien. Doku. Hij is 20, Sambi Lokonga. Dan wil je ook niet Piet meer. Zeker niet bij Anderlecht. Bal van Kayembe op Salemakers is goed. Kobout komt mee. Salemakers met de voorzet richting Roef. Nog veel te hoog. Even Doku. Die Sobol in de luren legt. Goede beweging. Aan het voetballen. Van Aken, die hier ooit debuteerde in eerste klasse met 2 doelpunten. Fabelachtig debuut met Loker. 2-3 zegen leverde dat op. Percy Tau voorbij Lucas, niet voorbij Company. Een van de nieuwe jongens. Hij is wat afwegen tegen die competitie, maar samen met Kana, Kayembe, Sambi Lokonga, Vlap, Roof en Doku. Verdwenen zijn Sadli, Amuzu, Verscharen, Trebel, Gerkes, Sandler en Sardella. Om diverse redenen. Mata, dat was riskant. Roever tussen, Kayembe, Vlap en Salemakers die diep gaat en op rechts komt Doku. Vlap kiest de verkeerde eruit. Doku woedend en Vlap met excuses. Net zelf boos op Salemakers toen die hem niet zag staan. En nu leidt hij aan hetzelfde euvel. Zeker omdat die flank open lag en omdat Doku niet meer bij te halen is als je hem in de diepte kan aanspelen. Sambi Lokonga. Mechelen onderschept. Mata is lijf aan lijf een van de sterkste verdedigers in eerste klasse. Dat ondervindt Alexis Salemakers. Die toch een beetje tegenmaatregelen aan het nemen is. Net iets meer wegloopt van zijn tegenstander. Als Anderlecht de bal heeft. Diatta doet bijna altijd iets goeds met het leer. Neemt even Kobout mee. Optrektocht. Balanta. Zijn laatste wedstrijd voor Basel was de beker van Zwitserland. Die won hij. Laatste wedstrijd voor Vincent Kompany met Man City was de FA Cup. Die werd gewonnen, 6-0 tegen Watford. Dat was de eerste bekerwedstrijd die hij speelde. Van Aken, Vormer, goed weggelopen. Terugkeer, Kobout is meer dan oké. De club heeft nog altijd overwicht, maar het is minder eclatant dan in de eerste 10 minuten van de partij. Dat leek echt op een walkover. Sambi Lokonga, goed eruit gedraaid. Roof. En Salemakers. Vlap is mee. Ja, goed geprobeerd van Alexis Salemakers in één tijd naar zijn nummer 10. En daar is Mata alweer. Paas komt aan bij Dennis. Diatta. Van Aken links. Hans van Aken bij de bal. Durft hij vormen? Jawel. Maar dit is geen goede bal van de aanvoerder van Club Brugge. Nog
nog eens Salemakers. En toch Matta. De club won in april in de play-offs op Anderlecht. Na een reeks van 29 wedstrijden zonder competitiezege. Het werd 2-3. Wesley, Dennis, Gerkes, Danjuma en Trebel. Dat waren de doelpuntenmakers. En in 1998 was die laatste competitiezege ook 2-3. Met Anic, De Vlaander en Lesniak voor Zetterberg en Jatsjouk iets konden terugdoen. In die periode wel 12 keer hier gelijk gespeeld. Maar er rustte een soort vloek op. Die heeft Ivan Leko dus met zijn team doorbroken. Vorige lente. Salemakers. Dat was een goede bal. Strak tot bij Kompany. Sabilo Konga verwachtte die paas ook niet echt. Van Aken, ogen op zijn rug. Kobout uitgespeeld. Dus Kana moet naar links. Diata. Hier is Van Aken. Nee, want Kobout. Dat was anders weer een kopbaldoelpunt van Hans Van Aken in de maak. Goede recuperatie, Sambilo Konga, dan de paas misschien iets te nonchalant. Maar wel de ingooi voor Anderlecht. Kana. 17. Salemakers. Opnieuw balverlies. Moeilijk met de rug naar doen. Dilly. Nu was het Mechelen die Salemakers de bal afsnoept. Sobol. Iedereen zit eigenlijk op de rechterflank. Ingooi Diata. Matta. Komt toch een voorzet uit. Percy Tau. Makkelijke plukbal voor Van Krombrugge. Eerste wedstrijd na de winterstop. Kijken ze elkaar opnieuw in de ogen in het Astridpark. Dat is toch meteen weer met een kraker beginnen. Zondagavond 6 uur dan. 19 januari. Zeker 3 keer een duel tussen Anderlecht en club. Dat er 5 worden, dat valt nog te bezien. Lucassen deed dat goed. Daarvoor moet Anderlecht zich plaatsen voor play-off 1. En dat is allerminst zeker. Dat hangt zelfs aan een zijden draadje. Vandaar ook dat deze bekerwedstrijd zo belangrijk is om het seizoen wat glans te geven. Nee, Alexis Salemakers zal... Het eerste kwart van deze partij niet op DVD willen. Ook wel wat pech meegemoeid. Misverstandje met Kobout. En hij blijft de man die toch iets creëert bij de thuisploeg. Dat is al zo sinds de thuiszege tegen Standaard toen hij plots werd opgevist. En de match ook beslist. Die mooie hakbal van Chadli. Die voelde zich niet helemaal speelklaar. Zit dus op de bank. Maar kan invallen Nasser Chadli. Club sterker. Ook in de duels. Dat zag je hier met Balanta die vol de bal aanviel. Flap. Een beetje
op de tippen van zijn tenen. Een beetje voorzichtigjes. Kijk, dat heb je wel met Salemakers. Blijft dan wel die bal vragen. Wordt niet moedeloos. Toont zijn ontgoocheling, dat wel. Hij is een open boek op het veld. Clément wil dat zijn spelers weer druk zetten zoals in het begin van de match. Goeie bal van Sambi Lokonga op Doku. Flap komt mee. De ingooi voor Anderlecht. Door Percy Tang. Bleef een hele tijd toch binnen. Hier dus. Die beweegt nog bij Anderlecht. Dat is een bal eigenlijk weggooien. Toch gerecupereerd. Doku. Ingooi voor Club. Kegeltjes staan er al voor mensen die straks moeten opwarmen. December en een coach die in zijn trui langs de lijn kan staan. Bijna zat Salemakers er daartussen. Vormer vindt Diatta. En die begint weer aan een solo. Percy Tau. Met een matige afwerking. Diatta had de bal graag terug gehad. Tau draaide uit. Maar trapt hoog over. Dat is het spel van Club. Give and go. Goed meegelopen wel van Cobout. Hier in de problemen, maar dan wel de deur dicht gedaan. Sambi Lokonga krijgt een open doekje van het publiek. De doelpogingen, dat is 0 tegen 5. Marco Cana vindt Lucas. Trapt de compagnie graag en goed op Cobout. Mata zit ertussen en raakte die bal met de borst. Het begin van het seizoen was vooral Flap de bestemmeling van die passes van compagnie. Alleen kon die daar altijd net geen doelpunt uit puren. En nadien is dat duo eigenlijk zelden samen op een veld te bewonderen geweest. Kana. Krombrugge. Rustig gebleven. De haker komt wel, dus houdt Sambi Lokonga hem even af. Doku. Anderlecht wordt beter. Begint met wat meer vertrouwen te voetballen. Ook omdat de club dat helse tempo van de openingsfase niet kon blijven aanhouden. En ook af en toe terugplooit nu. Het is meer een wedstrijd aan het worden. Kana even stotteren met de bal. Sambi Lokonga komt Dennis tegen, de fout. Van de spits van Club. Wat de wild. Naar de borst van Mata. Die voor alle zekerheid nog even aangeeft. Company. Met meteen een opmerking richting Doku dat hij daar wel in de bal moet komen. Zes competitiewedstrijden heeft hij gespeeld, Vincent Kompany. Twee keer 0-0 gelijk op Moest Groen en thuis tegen KV Mechelen. En vier keer verloren, dat blijft een onwaarschijnlijke statistiek. In de beker is hij ook twee keer gestart en ging Anderlecht dus twee keer door. Zeker op het kiel.
was dat niet zonder moeite. Toen ook Beerschot gecoacht door Stijn Vree. Sitao, Sobol trekt zich op gang. En voorbij Lucassen, die probeert aan te klampen. Dat net proper genoeg deed. De paas van Sambilokonga was op het randje. En nu krijgt hij de fout mee. Flap. Doku houdt binnen. 1-2 is goed met Sambilokonga. Die beter en beter in de wedstrijd komt. Vlap, Salemakers, Cobout infiltreert. Salemakers, Kayembe. Die moet wel naar voren of ze roepen hem het stadion uit. Wat gebeurde tegen KV Kortrijk? Anderlecht is nog altijd niet bij macht om gevaar te creëren voor de neus van Simon Mignolet. Maar het groeit wel in de match. Het publiek heeft niet meer nodig om enthousiast te worden. Sambilokonga biedt zich voortdurend aan. Mee overlopen in de openingsfase, maar de rug recht. Met persoonlijkheid aan het voetbal. En met dat grote talent natuurlijk. Goeie bal van Kayembe. Flap. Cobout. Mechelen. Verschalken met dat soort passes is allerminst simpel. Kayembe, dat valt even mee. Lucassen. En Roof. Wie komt met de eerste echte doelpoging voor Anderlecht? Roof! Kopt er hem naast. Voorzet van Doku met links. Kemar Roof kopt naast. Maar... dit betekent wel iets. Lucas had die bal ook graag gehad, maar dan was Mechelen ook in de buurt. En een spits kopt daar. Krijgt hem niet helemaal lekker op het hoofd. Makkelijk was ook anders. Percy Tau. Met een run. Kana. Een club minder compact dan in die openingsfase. En Salemakers die is ontglipt aan Mata. En probeert Doku aan te spelen. Vormer. Jatta. Meneer met Dennis. Vindt de kaart toch goed. Balanta. Vormer die vertrok. Wordt moeilijk om die bal binnen te houden. Leek hem liever over de grond. En nog eens die kans voor Anderlecht. De eerste in de wedstrijd met Roof. Was er gerust in. Brugge doet het lang. Dat deed Ter Stegen gisteren in de Klassico ook voortdurend. Sobol laat zich aftroeven door Doku. Krijgt dan wel herkansing van de jongste. Ook hij 17. Ook gedebuteerd onder Hein van Hazenbroek op STVV. Lucas. De duels winnen is ook belangrijk in dit soort matchen. Dat doet de Anderlecht achterhoede nu toch meer dan in de openingsfase. De club is minder secuur aan het worden. Moet ook zijn niveau een beetje opklikken weer. Michel Vlap. Mata ertussen.
meteen voor Vlap. Op de huid gezeten door Balanta. Daar lag nogthans de ruimte. Daarna kreeg de bal niet perfect. Ook onder druk van Dennis. 11 minuten nog. In wat wel een boeiende eerste helft is. Dat kan ook zonder goals. Sabile Conga door aan het jagen op Van Aken. Sobol mag doorgaan en krijgt de fout mee. Tot woede van het publiek. Clément vindt het uitstekend van de ref. In een lijf-aan-lijf gevecht. Dan deed Roef er iets bij. Dan was hij vooral boos op Doku. Dat hij niet net iets meer zijn lichaam gebruikt. Maar hij doet het wel allemaal. De rechterflank. Krijgt daar nu ook felicitaties voor van Frankie Verkouter langs de lijn. Kana. Sambilo Conga. Company, Roof. Mooi weggedraaid. En Salemakers. Links is Cobout mee. Alexis Salemakers. Roof. Rechts wacht Doku. Roof trapt zelf. Nou, dan moet hij tussen de palen. Niet goed uitgespeeld door Kamal Roof. Doku een tweede keer in de wedstrijd vergeten. Een eerste keer door Vlap. Roof met een hele goede aanname weggedraaid. Sobol is zelf aan het wijzen. Rechts, rechts. Daar lag het gevaar. Deli met een ziekenhuisbal. Kayembe in het duel. En Vlap die oppikt. Maar de scheidsrechter gaat even kijken wat er met Clinton Matta aan de hand is. Naar de bank van Anderlecht met Davy Roef. En Chadli en Tribel. Het duel. Daar was niks mis mee. Clément voelt dat Club Brugge de wedstrijd zeker niet meer domineert en zelfs een beetje uit handen aan het geven is. Altijd maar weer Sambilo Conga. Een dijk van een match bezig. En dan krijg je ook de ingoal. Zo gaat dat. Het klopt ook. Je dwingt die dingen ook af. Rendon Mechelen, Balanta en Deli. Het was voldoende. Met een beetje op die bal in Oostende. Die hij toen niet raakt. Dit was goed verwerkt. Kana. Oostende, de ploeg die slechts na strafschoppen verloor tegen Club Brugge. In de vorige bekerronde. PSG, Real Madrid en Antwerpen. Dat zijn de teams die konden winnen van club tot dusver dit seizoen. Dat duidt ook meteen aan welke taak Anderlecht wacht. Sobol. Balanta. Ingooi Anderlecht. Ja, dat heeft Deli, als het over een heel seizoen gaat bekijken, toch net iets te veel. Begon op Beveren met fantastische passes rond te strooien. Dus hij kan het.
Het lijkt toch een soort nonchalance misschien wel. Van de sterke verdediger. Sobol is eerst weg bij Doku. Van Aken. Terugkeer Vlap. Ten koste van een overtreding. Bal moet achteruit. Vrijtrap moet worden overgenomen. Naderen de slotfase van de eerste helft. In deze tiende bekerconfrontatie tussen de beide topclubs. Diatta. Dennis vindt Diatta en die is dan toch weg bij Kana. Ontglipt soms toch nog in situaties waar je het eigenlijk niet meer voor mogelijk houdt. Schitterende bal van Aken, Vormer, de redding van Kronbrugge. En die mag daar terecht blij mee zijn. Het was even geleden, maar dit was een schitterende aanval van de bezoekers. Met Diatta weg bij alles en iedereen en dan de klasse van Aken. Maar ook die van Kronbrugge. Vormer. Nog niet gescoord in de competitie dit seizoen. Wel al 13 assists. Dit was bijna een fantastische goal. Van Aken wint het kopduel van Kobout. Kruipt weer achter de bal. Krijgt hem ook van Dennis. Daar komt Balanta. Dit is weer even het club van de beginfase. Diatta kan trappen met links. Dat liet hij zien in Turkije. Wegleiden daar van Kayembe was het. Dit paas. Anticipeerde op het anticiperen van Sambi Lokonga. Kayembe. En Salemakers. Kobout komt terug op zijn stappen. Anderlecht speelt zonder inverted wingback vandaag. Ze blijven op hun positie. Komen niet mee steun verlenen in het middenveld. Dat zijn de twee power jongens. Lucassen en Kobout. Dat was Lucassen. Dennis. Balanta Vormer vraagt diep. Bal vertrekt ook. Kobout is mee. Kost zonder problemen op. Lucassen. Kayembe uitgefloten hier ongenadig tegen KV Kortrijk en de 0-0 toe. Sindsdien een paar puikenprestaties neergezet. Dat weet het publiek toch ook te appreciëren. Ligt nog niet in de bovenste schuif, maar is aan het opklimmen. Kana. Wel voor buitenspel, dat kon niet. Kobout. Zijn voorzet, die lijkt nergens op. Vlap. Dat is over de zijlijn geweest. Dus de ingooi voor Club Brugge in de slotminuut van de eerste helft. Die
dus doelpuntenloos is tot dusver, maar wel boeiend. Met een césure erin. Ongeveer na een 25-tal minuten begon Anderlecht echt mee te spelen. En vatte het moed. Beste kansen in de partij. Wel voor Club Brugge, zeker. Anderlecht kon daar die ene kopbal van Roof tegenover zetten. Hij verliest niet meer elk duel en komt er af en toe voetballend knap uit. Dat het zeker het eerste kwartier gewoon voetbal is gekregen in eigen stadion. Combinatie op de vierkante meter, Balanta mag ver komen. Blijft beneden. We gaan meteen rusten. Er komt geen extra tijd bij. Een faire wedstrijd ook, moeten we erbij vertellen. Geen gele kaarten. Alleen maar voetballen hebben we gedaan. En 0-0 is de ruststand in deze bekerwedstrijd. In de laatste kwartfinale. Nog altijd geen indicatie wie zich bij KV Kortrijk, Zulte Waregem en Antwerp voegt. Van Kronbrugge met een paar uitstekende reddingen hield hij de nul op het bord. Anderlecht kwam gaandeweg ook in de partij. En dat belooft toch voor de tweede helft tussen deze twee tenoren. Nog even praten, Kayembe en Salemakers, over het moment van pasen, strappen en geven. Wij even aan het wachten of er iemand bij Eddy de Maar is beland. En dat blijkt het geval te zijn. Ja. Eddy, doe maar. Brandon Mechelen, jullie begonnen heel erg sterk, met kansen ook. En dan kwam Anderlecht in de match. Hè? Ja, ik denk dat we heer en meester waren, zeker het eerste half uur. Met een paar goede kansen, denk ik. Jammer genoeg scoren we niet. En dan komen ze geleidelijk al meer en meer in de wedstrijd. Het tempo was niet goed genoeg meer bij ons. Als we tempo hoog houden, zijn wij gevaarlijk. Maar het laatste kwartier was dat minder. Het kan een zenuwenspel worden, hè? Dat is duidelijk. Alsjeblieft. Het kan een zenuwenspel worden, dat is duidelijk. Hè? Ja, misschien wel. Een klein foutje kan afgestraft worden. Hè? Dus we moeten gewoon geconcentreerd blijven achteraan. En probeer zoveel mogelijk druk te zetten op hen. Oké, dankjewel voor de reactie. We hebben ook nog Hendrik van Kronbrugge. Ja, Hendrik, begin van de match had je even werk. Een paar pogingen op het einde ook nog eens vormen, maar tussendoor groeide Anderlecht in de match. Hè? Ja, inderdaad. Ik denk dat we in het begin even onder druk kwamen, toch wel door Brugge, dat echt veel initiatief tonen. Dat hadden we ons aan verwacht. En dat eerste kwartier kom je goed door. En dan moet je proberen te groeien in die wedstrijd. En bij momenten hebben we de neus aan het venster gestoken en zijn we toch een paar keer in de buurt van Mignolet geweest. Maar we zullen alleen moeten proberen op te passen voor die snelle jongens van voren bij Brugge en zelf proberen nog iets scherper te zijn in de zone van de waarheid. En gebruik maken van die enorme steun van het publiek, die voel je? Ja, absoluut. Al heel het seizoen staan ze achter ons. En zelfs in moeilijke tijden, dat zijn echte supporters. Dankjewel, Hendrik. Snel naar jou, Karel. En we zijn vertrokken. De Krookie Cup, dat smaakt naar meer. Ja, wij hebben onze tenten opgeslagen aan de rand van het veld. Het is te zeggen onze tafel met Gert Verheyen en Wesley Sonck. Samen vanuit de tribune gevolgd. Een eerste helft met twee gezichten gezien? Ja, ik vind van wel, ja. Zoals de jongens daar het meegeven, klopt het wel. Hè. Een zeer sterke Club Brugge, beginnend. En dan lieten ze Anderlecht wel in de wedstrijd komen. Een minuutje of 25 heeft echt wel geduurd. En dan de laatste 20 minuten kwam Anderlecht meedoen en dan werd het eigenlijk een wedstrijd. Hè? Ja, je zag Philippe Clément wild gesticuleren langs die lijn in de beginfase. Duidelijk aangedrongen bij zijn spelers, zet ze vast. Tegenpressen, ja. Zorg dat we onmiddellijk die ploeg bij de keel kunnen grijpen. En om niet af te laten, hè? Want je weet dat er na een kwartier, 20 minuten wat minder wordt. Om dan nog even aan te houden en door te duwen, omdat ze graag die goal hadden gewild, denk ik, in het begin van de match. Maar dat is er niet van gekomen. Nee, dat waren zo fases. Hè. Waarom Anderlecht er niet uitkwam, is de goede druk voorwaarts. De tegenpressing van eerst Balanta. Mata is daar de exponent van, vind ik. Krachtig, sterk. En dan meteen na een paar seconden die kansen proberen
ja, te benutten. Goede redding van Kroonbrugge. Dan begint het hier weer. Anderlecht even, denk je, over de helft. Maar dan heel snel die balrecuperatie. En gaat die bal naar Diatta. En dan is het alle hens aan dek daar voor hen. Want ze weten dat die het gevaarlijkst kan zijn. Goede infiltratie. En dan is de tweede kans eigenlijk voor club weer. Goeie van Kroonbrugge, toch weer al een karrel. Dan de derde fase. Goeie doorsteekbal op Vormer. Dan wordt die bal afgeketst aan denk je het moment van Anderlecht. Maar Dennis is het verdedigende werk ook niet schuw. En dan opgepikt door Van Aken. Dus dat is een van de zaken die club zeer goed doet. En dat slijpt daarin. Hè. Geen de ruimte en tijd geven. Zeker niet aan Kana. Hè. Jongen van 17. Die wordt onder druk gezet. Mm-hmm. Die dan ook nog aan de linkerkant speelt van de twee centrale verdedigers. Dus wat je wel had, en al die aanvallen, allemaal aan de rechterkant. Spitsen van club hebben alle twee de neiging zo om eerder uit te wijken naar rechts. Om daar zich aan te bieden als koppel dan aan de kant van Sobol hier. Maakt het soms iets moeilijker om diezelfde aanvallen, om diezelfde opbouw over links te hebben. Maar goed, we waren wel sterker. Ja goed, die beginfase was overrompelend van Club Brugge. Daarna kwam Anderlecht meer in de match. Maar er waren nog een paar kansen voor club natuurlijk. Hè. Ze hadden eigenlijk moeten scoren, ze hebben dat niet gedaan. Maar een 100% kans vond ik vooral die van Vorm. Dat was de grootste. Hier eerst met een risicobal van Aken over de breedte van het veld. Maar goed, Salemakers kan er niet bij. En dan Diatta, Sobol, die houden breed. Ja, en dan komt Kobout daar in de man-tegen-man situatie tegen Diatta. Ja, goede dribbelaar natuurlijk, snel. Dat is moeilijk om dat af te stappen. Af te stoppen, beter gezegd. Dit schot, niet goed gemikt natuurlijk. Een beetje te hoog, geen krul erin. Maar... Ja, een van die zaken is ook, als Kayembe dan gaat op Diatta doorsturen, dan komt Tau daar vrij in het midden. En dan probeert de club, vooral met de individuele actie via Diatta. Dat is waarschijnlijk een van de redenen. Dit is subliem, hè. Maar weer van Kroonbrugge en Gert. Schitterend gespeeld van Aken, hè. Weet het al. Moet gewoon wachten tot die bal bij hem is, maar weet daar al als die bal aan het komen is van ik leg hem zelfs in één tijd op Vormer. Ah, en Ruud scoort moeilijk tegenwoordig. Nee, ik kan niet scoren. Wat je ziet bij Anderlecht is wel, als ze onder druk staan, heel zelden die lange bal van Kroonbrugge. Ze blijven voetballen, ze blijven trouw aan de filosofie die ze vooruit of voorop gestippeld hebben. Een paar keer de doeltrap kun je niet anders. Hè. Nee. Staan, als clubman op man komt staan, kunnen bijna niet anders. Maar goed, het idee blijft natuurlijk blijven voetballen. Ja, en dat opbouwen van achteruit, dat loont ook wel. Hè. Met drie opbouwen van achteruit, dat zorgt soms wel voor een kans. Ze willen hetzelfde doen als Club Brugge in balbezit. Maar dat heeft lang geduurd eer we dat echt konden zien. Omdat ze eerst de 25 minuten zo moeilijk hadden. Hier de opbouw met drie. Lucas blijft achterin. En Doku en Kopout zijn dan de enkele flanken. En dan is het zoeken. Ik heb nog vijf centrale jongens over. Daar. En dan, dit doen ze wel goed. Hè. Deze bal komt van rechts. Hier houden ze dan al langer balbezit. Hè. Dat is na de 25e minuut. Salemakers heeft de vrijheid om naar binnen te komen. Waardoor Kobout achterblijft. Maar wel heel hoog als enkele flank. En opgeschoven vanuit zijn verdediging. Dat is eigenlijk in de rol van Sobol. Hetzelfde wat Club Brugge probeert te doen in balbezit. Doet Anderlecht ook. Dit is misschien een klein beetje meeval. Maar we slagen er toch in om naar de andere kant te komen. Dus dat zal twee keer het spel verleggen door dat middenveld. En hier de andere flank, Doku op de rechterkant. En dan met een voorzet komen, Volk voor de goal. Dus daar was een langere periode, was meer dan één minuut balbezit. Twee keer het spel verleggen, ja, goed gedaan. Mm-hmm. Ja, wat je bij Anderlecht wel af en toe ziet, is een slechte keuze. Hè? Vlap had een paar keer iemand voor doel kunnen zetten, maar koos dan maakte de verkeerde keuze. Vooral één keer. Hè. Ik denk dat die moment dat hij op Doku moet spelen, dat is een beetje een rare keuze, want dat was echt een kans voor de omschakeling. Doku was boos ook. Ja, terecht. Hij heeft die snelheid. Hè. Hij heeft de ruimte voor zich. Hier balverlies. Hij kijkt ook al twee keer. Hè. Moet hij nu toch zien. Hè, dit is een hele gemakkelijke bal. Maakt hij gewoon de verkeerde keuze en de moeilijkste keuze. Salemakers staan niet echt vrij in het begin van die fase. Doku alle ruimte voor zich. Helemaal vrij, heeft de meeste snelheid, komt recht naar de goal. Ja, wat ik me soms afvraag, hè, speelt hij die bal naar Salemakers omdat hij hem zelf terug wil? Want hij vraagt hem nadien ook nog. Hè. Ja. Vreemde keuze. Oké, okay. Dadelijk nog een paar andere analyses. We gaan eerst even naar Eddy Dumaris. Die staat hier ook langs de kant van het veld. En die staat bij Hugo Broos. Hugo Broos die zowel bij Anderlecht als bij Club het mooie weer heeft gemaakt en heel veel prijzen heeft gepakt, Eddy. Ja, dat mag je wel zeggen. Karel, Hugo Broos. Heb je enig idee hoeveel trofeeën in totaal ergens thuis in de kast liggen hebt? Eerlijk gezegd kan ik er geen getal op plakken. Nee. Het zijn er ontzettend veel. Hè. Zeven bekers in België, zeven landstitels met Anderlecht en Club Brugge.
Europese bekers uiteraard, met Anderlecht, 3 zelfs. Is die Afrika Cup met Cameroen dan toch nog mooier of niet? Ja, het blijft het allerhoogste. Hè. Je bent tenslotte met een ploeg kampioen van een continent. Ja, dat is bijna hetzelfde als Europees kampioen worden. Ja, waar de Belgen zo naar snakken volgend jaar. Ja, dat hebben wij kunnen verwezenlijken met Cameroen. Dus dat blijft natuurlijk op sportief vlak het hoogste van allemaal. Ja, goed, dadelijk even over Anderlecht en over de match en over Club Brugge. Maar waar hou jij je nu mee bezig? Tot april ben je in Oostende werkzaam geweest. Wat doe je nu? Weinig. Je amuseren? Ja, je amuseren. Natuurlijk nu met het weer niet, maar veel fietsen wanneer het goed weer is. En een beetje uitkijken om ja, toch bezig te zijn. Want tenslotte altijd thuis zitten en 's morgens opstaan en 's avonds gaan slapen, dat is echt geen leven voor mij. En open brieven lezen, hè, zoals eentje van Anderlecht. Wat vind je daarvan? In jouw tijd, wat zou je daarvan gedacht hebben? In mijn tijd was het niet nodig om open brieven te schrijven. Dat is één zaak. En ten tweede, ja, vind ik als ze dat wil doen, dat het veel eerder had moeten gebeuren. Dat men veel eerder had moeten communiceren wat men in feite verwachtte van dit seizoen. En nu is het alsof men ja, de laatste reddingsboei is om alle kritieken die er zijn, om die toch zo weinig mogelijk te houden. En dat vind ik een beetje spijtig. Ze hadden het in het begin van het seizoen moeten doen. En dan had iedereen daarvoor meer begrip gehad, denk ik. Ja, wat zou jij doen als trainer van Anderlecht of als sportief directeur van Anderlecht? Wat ben je ook geweest bij Oostende? Nou, wat zou ik doen? Ik denk zorgen dat we volgend jaar meer kwaliteit hebben. Want daar is het, hè. Daar scheelt het niet bij Anderlecht. Men heeft het altijd over de jongeren en die zijn talentvol, al die jongeren. Maar als je echt doorgaat, dan denk ik dat je daar toch een aantal van afvallen die niet de kwaliteit er hebben om hier in een topclub als Anderlecht te spelen. Dus men moet op zoek gaan naar echt kwaliteit die er onmiddellijk is. En dan denk ik dat het met Anderlecht zal goed komen. Wat er bij Club Brugge gebeurt, kijk je daar met grote ogen naar? Niet met grote ogen, maar het is toch fantastisch. Ik denk dat het grote verschil is met het huidige Anderlecht, dat is dat bij Club Brugge vanaf de eerste dag gezegd heeft, wij gaan voor dat. Het heeft ook lang geduurd, maar men is nooit uit de eerste drie geraakt. He, men is tweede geweest, eerste geweest en dan, ja, 10 jaar later, kampioen. Maar daar zat een lijn, daar zat een visie en men heeft zich daaraan gehouden en men houdt zich daar nog altijd aan. En hier heb ik een beetje de indruk nu bij Anderlecht dat men met iets begint en dan weer daar moet van afstappen. En dan weer wat anders is. En zo gaat men niet vooruit natuurlijk. Van de hak op de tak. Nog één vraag, want we moeten stilaan afronden. Voor de wedstrijd heb jij gezegd, in een krant ergens heb ik gelezen, Club Brugge gaat door. Blijf je daarbij nu bij de rust? Ja, ik blijf daarbij. Deze 20 minuten waren heel dominant van club. Spijtig genoeg altijd van de laatste pas aan de 16. Die was niet goed. 2 kansen gehad, waarvan er toch eentje, en die van Vormer, die zou altijd moeten een doelpunt zijn. Dus ik verwacht de tweede helft weer hetzelfde. En met de kwaliteit die Club Brugge heeft, denk ik dat zij de wedstrijd moeten winnen vandaag. Zonder verlenging? Daar durf ik niet te veel op verwijten. Dat zou wel eens kunnen, dat we verlengingen hebben. Maar op het einde van de rit zal Club Brugge winnen. Okay, dankjewel Hugo Broos. Geniet nog van de tweede helft en misschien wat daarna nog komt. Dus verlengingen zeggen we hier. Karel, wat denken jullie? Wel, in de beker is het nooit een straf om 120 minuten voetbal te krijgen en dan eventueel nog penalties. Daarvoor is de formule uitgevonden natuurlijk. Het is niet koud vandaag, ja. Dus het mag blijven duren. Op weg naar hier zag ik in de auto 14,5 graad. Wat dat betreft kunnen we zeker niet klagen. Aan de andere kant, een witte kerst is ook leuk natuurlijk. Over een witte kerst gesproken, Witte Merel is terug. Vincent Kompany in de ploeg. Doet hij het goed? Ja, absoluut. Toch in het begin, als de ploeg onder druk komt, dan we hebben gezien wat er kan gebeuren. 1-1 met jongens als Kobout en Lucas, die het daar moeilijk mee hebben. Maar hij niet. Hij geeft rugdekking aan die gasten als dat nodig is. Hier al een tackeltje waar je nog even je hart bij vasthoudt natuurlijk. Dat was in de eerste minuut al. Maar dan achteraf ook, hier na balverlies van Salemakers in de rug van Kana dekking aan geven. 1-1, sterk, naar de bal blijven kijken, onderscheppen. Een beetje later hier met touw, een keer op de linkerkant, hè, voorbij 2 man, maar niet voorbij Kompany, die staat bal. Dus dat is belangrijk, het was zeker rots in de branding op het moment dat het brandde. Ja, hier ook, hè. Goede tackle. Ja, zeer gerichte tackle ook. Weet al dat hij die tackle die bal niet buiten gaat zetten, maar dat hij de tegenaanval kan lanceren. Vandaag. Als hij fit blijft, Karel, dan is hij het beste. Ja. Hij heeft de body die sommige spelers niet hebben, hè, bij Anderlecht. Als je dan een Salemaker ziet, die wordt in die beginfase gewoon weggezet. Ja, Balanta, Mata, dat zijn de gasten die zoveel sterker zijn, vind ik, dan hun tegenstander. En dat is enorm zichtbaar.
Oké, de spelers komen buiten. We hebben wel nog één fase. En dat is waarin Anderlecht echt groeit, hè, in die eerste helft. Ja, dat is een fase waar club wat meer ruimte geeft dan Anderlecht. Hè. Ook van achteruit met de opbouw. Maar die pressing van hier Balanta is al minder stevig. En dan zie je toch dat er bepaalde ruimtes komen. En Anderlecht daar toch wel zeer goed uitvoetbalt. Dus van hun kant is dat zeer goed gedaan. Goede opbouw. En dan is het de schot van Roef die wel overgaat. Maar ja, daar laten ze toch ook zien als je ze ruimte en tijd geeft dat ze dat ook wel kunnen. Ja, die van Anderlecht staan nog niet buiten die van club. Wel, die van Anderlecht zijn daar met de aanvoerder, met Vincent Kompany. Helemaal voorop. We maken ons op voor een tweede helft. Voor eventueel verlenging en wie weet penalties in de kwartfinale van de Crocky Cup tussen Anderlecht en Club Brugge. Filip Joos, het woord is opnieuw aan jou. En we zijn vertrokken. De Crocky Cup, dat smaakt naar meer. Geen idee of dat goed uitkomt voor het zendschema van 1, maar waarom ook niet? De beker, daar horen eigenlijk verlengingen en penalties bij. Anderlecht speelde al verlengingen op het kiel. Club Brugge had penalties nodig aan zee. Dus zo vreemd zou het niet zijn mochten er ook hier of verlengingen en wie weet zelfs penalties aan te pas komen. Ref Van Driessen luistert nog even of de communicatie met de VAR in orde is. Dat blijkt allemaal oké te zijn. En dan voetballen we met de ballen die we ook op het EK zullen zien. Kompany diep. Mata Diatta. En is Sambi Lokonga. Doet erg veel goed toch vandaag. Dennis. Van Aken links. De bal onder controle, moet even inhouden. Vindt Sobol. Vormer is mee in de tweede zone. Bal komt er niet. Van Aken meteen op de slot. En dan met links. En de redding van Van Kronbrugge. Geen buitenspel van Dennis. Daar is Club meteen weer. Net zoals in de openingsfase van de eerste helft. Meteen de kat de bel aanbinden. De kat kon wel nog klauwen nadien. Mata. Achteruit leggen. Vormer. Sobol. Altijd net een controle nodig. Vormer niet. Die scoort. Het staat 0-1 voor Club Brugge. Met het doelpunt waar Ruud Vormer al zo lang op wacht. Geen competitiegoal. Maar deze was niet meer te redden voor Hendrik van Kronbrugge. En Anderlecht staat voor een Hercules-taak nu. Schitterend op de slof genomen. Fantastische goal van de aanvoerder van Club. Uitstand. Vol effect die bal. Een balistisch hoogstandje. Naar Van Aken. Die ging ver naast. Dit was al veel beter. De save van Van Kronbrugge. De vlag bleef beneden bij Dennis. En dan duurde het wel nog even. De Kobout zich te makkelijk in de luren leggen. Hier is er Vormer niet egoïstisch. Dan krijgt hij misschien wel daarom van de voetbalgoden de bal opnieuw voor zijn voeten. Maar dan moet je hem nog altijd op deze manier binnenknallen. 0-1. Het is wel verdiend natuurlijk. Als je het over de hele wedstrijd bekijkt. De Brugge zeker de meest ondernemende ploeg. Ploeg met de meeste kansen. Kijken of Anderlecht dat nu koud gepakt is toch. Opnieuw kan reageren. Geweldige bal van Sambi Lokonga. Salemakers. Bal scheert de lat. Mata met de bal richting Dennis. Stiel bij Kayembe. Percy Tau. Tau is voorbij Kompany. Mooie schaar. Daar is Dennis. Voorgebracht Van Aken. Nee! De redding van Van Kronbrugge. Onwaarschijnlijk. Wedstrijd bijna gespeeld. Maar Hendrik Van Kronbrugge met een sprong. En met de rechter enkel. Applaus van Clément. Want het was een beauty van een aanval.
Maar geen 0-2. En dus leeft Anderlecht toch nog. Van Aken dacht ik neem hem tegenvoets, maar het waren net die voeten van Kronbrugge die hem tegenwerkt. Lili kopt over. Percy Touw. Goed werk van Dennis en Van Aken. Dat was de linkervoet. Handige save hoor. Counter Anderlecht. Sambi Lokonga. Reding van Balanta. Ogige rol, dat het ook wel mocht zijn. De arm was er wel degelijk. Hij was wel weer goed teruggekeerd van de Colombiaan. Even naar ademhappen toch voor de thuisploeg. De club won hier in die 21 jaar één keer. Niet in de competitie, maar wel in een supercup. Een zomertrofee. Maar oké, het was een zege met 0-2. Transolia toen coach. Voor het overige dus lang. Een wedstrijd die taboe was. Daar lijkt een einde aan te zijn gekomen. Met die zege van vorig seizoen. Drie keer tegen elkaar een bekerfinale gespeeld. De beruchte, beroemde, prachtige van 1877. Die Club Brugge met 4-3 won. In 1894 won Anderlecht met 2-0. En in 2015 was het Lior Refailov die in de slotfase op de Heijzel Club Brugge de beker bezorgde. Michel Preud'homme mocht daar toen vieren. 2-1 was einduitslag toe. Sambi Lokonga. Roof. Company vindt Kayembe. Stekende bal richting Cobout. Salemakers. Tikken richting Vlap. Had eigenlijk al gemoeten. Hij gebruikt hem nu als afspeelpunt. Vlap. Mechelen nog net. En Club Brugge nu. Percy Touw. Diata centraal. Met een baasje hoor, Diata. Krijgt heel erg vaak de bal. Heeft ontzettend veel respect bij zijn ploegmakkers afgedwongen. Vormer. De bal nog binnen. Leijrichter stond erop te kijken. Recuperatie Anderlecht. Oeh, Salemakers. Wat was dat? Heel straf gedaan, maar wel weer balverlies. Uiteindelijk Percy Touw niet door de benen bij Company. Balanta behoudt het overzicht, vindt Sobol. En Van Aken. Kayembe zit ertussen. Vlap op pad. Sambi Lokonga, terugkeer. Hans Van Aken, Vlap. Te weinig vernuft. En te weinig power ook tegen Club Brugge. Niet omdat hij piep piep jong is. Omdat hij nog boterhammen moet eten, Michel Vlap. 22. Dan mag leeftijd geen excuus meer zijn. Diata is er ook pas 20. Dennis 22. Kayembe. Sambi Lokonga. Salemakers. Verdedigd van Matta. Salemakers met iets te veel protest naar de zin van de ref. Krijgt de corner niet. De herhaling was het even twijfelen toch. Dit was mooi.
er zoveel clubspelers in de buurt. Het sermoen is nu pas voorbij. Mignolet zag het voorbij vliegen. Was het dat flesje water of was het iets anders? Hoort in elk geval niet. Een overtreding dan. Want niemand bij Anderlecht raakte die bal, maar Diatta werd wel even in de lucht gegooid. Dennis, knap. En Touw. Weer een tweede bal voor Club Brugge. Weer uitstekend uit de kleedkamer. En deze keer dat overwicht, wel omgezet in een doelpunt. En dankzij Van Kronbrugge niet in twee goals. Mocht Club Brugge hier toch nog gewipt worden uit de beker, zal Hans Van Aken daar nog wel eens wakker van liggen. Van die kans. Nou, een uitstekende aanval. Bilokonga botst even op de limieten van het veld. Dat is het probleem voor Anderlecht natuurlijk. Als ze in de competitie play-off 1 willen halen, moet je ook wel eens een topmatch winnen. Dat lukte thuis tegen Standaard, maar Club Brugge meteen na de winterstop en nog voor de winterstop thuis Racing Genk. Dat ook in de problemen zit, dat is waar, maar dat kan alle kanten op. En dan naar de Bosuil, naar Antwerp. Dat is geen prettige uitmatch. Er zit ook nog een wedstrijd uit bij A-Gent, uit bij KV Mechelen. In de 11 matchen die ons nog resten tot het einde van de competitie. De reguliere dan. Voetballen, zegt Van Dries. Ja. Heeft hij geen ongelijk in. Doku ging daar te makkelijk liggen. En hebben we in de tweede helft eigenlijk nog niet gezien. Toch al 11 minuten ver. Kana, mooi opgelost. Van Kronbrugge voor Roef. Ballen afleggen met de borst. Kayembe. Wie wil de bal voor zijn neus? Altijd maar weer Sambi Lokonga. Vlap biedt zich nu ook aan. En kiest voor diepgang. Goede paas op Doku. Roef is voor de goal. Lely onderkent het gevaar. En onderschept de voorzet. Lucassen. Als het de bedoeling was, was het heel erg knap. Sambi Lokonga. Het balverlies. Mechelen mee, dus niet achterin te vinden. Cobout weet dat, probeert te profiteren. Roef. Uitstekend werk van Mata. Kijk eens. Legt er twee tussen zijn boterham. Roef en Salemakers. Ingooi voor Club. De man die Dennis nog even wat richtlijnen meegeeft. Ja, Deli trok daar toch even aan de trui. Gisteren nog een veel straffere fase waarbij het textiel van het truitje van Varan nog veel meer getest werd. En de VAR ook niet tussen beiden kwam. En dit was meteen loslaten, allemaal akkoord, maar slim was het niet. Als de ref had gefloten, zou de VAR zeker niet gezegd hebben, nee, niks. Roef. Moet daar knokken. Balanta heeft de bal. Van Dries krijgt de bandbliksems van het stadion over zich heen, maar hier had hij gewoon gelijk. Maar Roef moest optornen tegen een overvloed aan tegenstanders. Balanta.
niet uithalen, maar pasen. Kana. Deze keer appel van Club. Van Percy Tau. En Anderlecht weer slordig aan de bal. Te veel balverlies. Te veel knokken en te weinig voetbal. En hier het spel op de wagen. Terwijl Clément iedereen bezweert dat Salemakers daar vooral sprong. Dat is toch ook zo. Komt natuurlijk wel slecht neer. Gelukkig valt het wel mee. Zijn die kabels niet van staal. De spieren van Salemakers wel. Kijk. Hij is weer overeind. Alles gekoeld zonder echt te blazen. Hier Marco Cana. Laten we zeggen dat ze allebei evenveel redenen hadden om een overtreding in de 16 te claimen. De bal had hij daar ook niet. Kayembe. Misverstand. Kobout Salemakers. Daar kon hij niet aan doen. Tenzij Kobout echt geroepen heeft, maar dat lijkt me niet daar. Pascal Plovy. Die heeft ooit wel eens een Anderlecht-speler aan zijn degen geregen, maar nu had hij er echt niks mee te maken. Salemakers botste wel tegen hem op. Man van Club Brugge. Company. Sadli, Sadli, Sadli. Roept het Anderlecht publiek. Doku. Achtervolgd door Van Aken. Komt daar goed uit. Roof. Nee. Niet tot bij Vlap en Mata met 7 mijlslaarzen. Wel inleveren bij Vormer. Dat is de vraag. Temporiseert Club of duwen ze vol door? In het hoofd van Philippe Clément is dat geen vraag. Gaat het om doorduwen? Kobout aan het trekken benen. Company geeft geen krimp. Speelt een goede match. Al 61 minuten lang. Roof in de bal. En niemand die dan die vrijgekomen ruimte is induikt bij Anderlecht. Op die manier krijg je toch veel statischer voetbal dan wat Club Brugge op de mat legt. Beter. Dan opnieuw voor balbezit gezorgd. Kayembe. De uithaal. En hij raakt een van de vlaggen van de supporters achter het doel. Onder druk van Percy Tau. Dan de afzwaaier van Edo Kayembe. Setelin en Nasser Chadli. Bal onderschept door Sambi Lokonga. De voorzet, Salemakers. Idee om achter het steunbeen te kappen. Kayembe opnieuw. Kobout voelde eigenlijk al dat hij daar de bal niet kon krijgen. Vormer, de counter voor Club. Met Van Aken, rechts wacht Dennis. Kobout is nog niet terug. Dus Kana even op links. Dennis is hem heel simpel kwijt. En het schot van Diatta. Nieuwe save van Krombrugge. Dat is veelzeggend, maar als er een speler van het seizoen moet worden gekozen bij Anderlecht, gaat die prijs zonder enige twijfel naar Hendrik van Krombrugge. Natuurlijk was er al eens een schaars foutje, maar die heeft Mignolet ook al gemaakt. Hij krijgt veel werk op de knop, maar doet dat voortreffelijk. Vormer, daar is de goal. Daar is de goal. Balanta scoort.
Ruud Vormer opnieuw met de assist. Anderlecht zo goed als uitgeschakeld in minuut 63. En dan kan je nu wel nog Nasser Chadli brengen en hopen op een mirakel. Maar het zou een mirakel zijn dat niet zou misstaan in de Bijbel. Van Aken komt. Balanta, Prins heerlijk binnenkoppen in de zone van Anderlecht. Die een grote leemte laat. Balanta duikt erin. Lucas geklopt. Cobout geklopt. En Eder Balanta zorgt voor de 0 tegen 2. De middenvelders scoren bij club. Vormer, Balanta, Frankie Verkouteren. Met veel denkwerk. Ja, dat dubbele aantal punten in de competitie. Ligt niet natuurlijk. Dat wist iedereen die hier in het stadion zat ook al vooraf. Een goal en misschien put Anderlecht weer moed. Maar hoe maak je dat doelpunt tegen een ploeg die in de tweede helft je toch aan het oprollen is? Club Brugge. Daar is Dennis. Van Aken komt mee. Dennis wil zelf. Dennis is te wild. En beseft dat. Vraagt om vergeving op deze wijze. Ja, ze staan aan de grond genageld. Sambi Lokonga. Cobout komt dan nog. Kunnen we dat dan als jeugdzonde catalogeren? Dan kan je ook niet eeuwig achter verstoppen. Het is overigens wel het eerste doelpunt dat Anderlecht binnenkrijgt op een hoekschop. Dat was één van de onwaarschijnlijke cijfers van dit seizoen. Even checken. Cobout. En Matta. Cobout, niet gefloten. Kijk, de power van Dennis zet daar Kayembe even weg. En Salemakers wil een gele kaart en krijgt die. Geel voor Salemakers. Zonder de minste twijfel mocht Anderlecht doorbekeren. Is hij er niet bij in de eerste halve finale wedstrijd. Overigens zal de onschuldige hand van Gert Verheijen straks na deze wedstrijd aan de tafel bij Karel van Nieuwkerk en Wesley Sonck de loting verrichten. De wissel bij Anderlecht, Vlap eruit. Chadli erin. De hoop niet in bange dagen. Maar voor een bange 23 minuten. Bij club zijn ze Dennis aan het oplappen. Wat kan Nasser Chadli? Anderlecht had nog geen enkele goal binnen. Op een hoekschop of op een vrije trap. Daar teken je voor. In december. Wel in de beker. Holshouser op Beerschot. Maar ging Vlap toen niet helemaal vrij uit. Nog een kwart wedstrijd. Een bijzonder scheve situatie voor de thuisploeg. Zeven assist. Zeven goals en drie assists in de competitie. Heeft zijn waarde al bewezen. En misschien kan hij tegen Racing Genk starten.
de volgende uiterst belangrijke wedstrijd die eraan komt. De Brugge heeft ook een mooie verplaatsing voor de boek. Naar A-Gent. Die nog Zultewaregem in het kerstvoetbal. Sambi Lokonga vanuit het centrum even doorlopen. Deli is niet te omzeilen. Mignolet. Het is zijn zevende wedstrijd tegen Anderlecht. Zijn achtste zelfs. Hij heeft er met Sint-Truiden 6 gespeeld en daarvan 3 gewonnen, 2 gelijk en maar eentje verloren. Maar hield nog nooit de 0 tegen Anderlecht. Percy Tau en Vormer. Geen overtreding van Kayembe, zegt ref Van Driessen. 20 minuten nog op de klok. Kayembe niet lekker aangespeeld door Sambi Lokonga, die stilaan moe wordt. Toch ook weer een buis voor Vlap, want als je er wordt afgehaald op het moment dat je club 0-2 achter staat en absoluut moet scoren en je bent nummer 10 van professie, ja, dan is dat duidelijk. Balanta, keurig opgelost, Ruud Vormer. Ook Kisetelin komt zo meteen. Viel ook in op Club Brugge. Doku helemaal verdwenen in die tweede helft. En ik denk dat het goed voor hem is dat hij aan de overzijde speelt. Of het was de bank al veel sneller opgevallen. Shadli. Op de positie van Vlap dus. Op de nummer 10. En voortdurend de bal aan het vragen. Bal is binnengebleven. Goed werk van Sobol, Van Aken. Vormer. Percy Tau. Aangetikt door Kayembe. Dat toch. Deli. Rechts Diatta. En Dennis die weer de ruimte trekt. Geolied geheel Club Brugge. Het was al zo onder Leko. Dat doet Clément natuurlijk ook. Die aanvallende patronen erin slijpen. Jongens die elkaar kennen, vinden. Tegensprekelijk een voordeel ten opzichte van Anderlecht. Lucassen is dan de man die die moeilijke paas moet trappen binnendoor. Ook die wel eens vertrok zonder bal. Dat is al iets. Tau gaat diep. Kan hem niet krijgen. Vormer beseft dat. Rustig meesterschap nu van Club Brugge. Bal het werk laten doen. Een doelpunt hoeft niet zo nodig meer en valt misschien toch wel nog uit de kast. Anderlecht gaat uit positie lopen om de bal te heroveren. Dat zag je net met Sambi Lokonga. Dus is Van Aken vrij. Balanta.
Sobol. Concert van het Anderlechtstadion. Sambi Lokonga pakt dat op zijn neer. En iemand als enige jagen, ja, dan spelen ze helemaal je broek uit. Dennis. Diatta. En een vormer. Ongestoord geraakt club tot aan de 16 van Anderlecht. De bal blijft maar in de rangen van de bezoekers. Maar het gevoel van iedereen hier aanwezig, al een minuut of twee. Ik zit er misschien niet eens zo ver naast. Dennis. Dan loopt het toch eens spaak. Nieuwe wissel bij Paaswit. Kayembe eraf. Kiseteli. Het biedt Anderlecht de optie om de lange bal te gebruiken. Richting de Zweed. Maar overlopen van het vertrouwen doet hij natuurlijk ook niet. Sambi Lokonga wordt de nummer 6, de defensieve middenvelder. Hier bij de bal van Kronbrugge. Uit de lucht geplukt door Dennis. Kana komt tekort op dit niveau vooralsnog. Heeft kwaliteiten, dat zeker, maar staat te zwemmen tegen een ploeg. Andere ploeg dat wel vaker tegenkomt. 4 doelpogingen tegen 17. En is dan buitenspel. Het balverlies van Nasser Chadli. Company. Richting Telin. Ja. Doelpoging. Als je heel genereus bent. Brugge triomfeert. Niet alleen in de stand, maar ook door de manier waarop het hier kat en muis speelt met de thuisploeg. Dit kwartier lang in de eerste helft kon Anderlecht de schijn ophouden. Van minuut 30 tot minuut 45 zoiets. Was er duidelijke verbetering merkbaar. Zonder kansen te creëren. De ene kopbal van Roef. Toch 2-3 meter naast belanden, dus dat is mager om op te kunnen bogen. Maar toch, dan ging het min of meer gelijk op. Dat was al heel wat, maar alsof Club Brugge tijdens de rust nog eens wat extra energie bijtankte. Aan de stekker werd gehangen. In de tweede helft stond er geen maat op de mannen van Clément. Er ook doelpunt. Kana. Kijk, daar is Dennis weer. Een overtreding van Marco Kana. Leergeld. Logisch is dat niet. Ook Philippe Clément voert zijn eerste wissel door. Die beschrijvers komt voor Percy Tau. Club wil de dubbel. Het lijkt er steeds meer op dat Anderlecht niet de ploeg zal zijn die Clément en zijn jongens daarvan zal afhouden. Het lukte Ernst Happel in 77 en Hugo Broos in 96 de dubbel veroveren. Bij Anderlecht deden Sinibaldi, Kessler en Johan Boskamp dat.
Vormer op zijn dode gemakje naar de cornervlag. De inswinger leverde een doelpunt op. Een poosje geleden. De uitswinger. Ja, Deli tegen de paal. Bal week nog af. Siebe Schrijvers. Waarvan je nu al kan zeggen, gretig ingevallen. De rug van Sambi Lokonga. En de hand van Kobout. Ik denk dat we een penalty krijgen. Ja, de VAR grijpt in. Of niet. Oeh, toch spelen. Fijne beslissing lijkt me. Die arm was toch redelijk veel naast het lichaam. Balanta. Deli. En Schrijvers. Al toegeroepen door Chadli. Kom er dan maar uit. Wat doet Nasser Chadli nu? Bal afgesnoept van Dennis. Salemakers. Roof links. Salemakers aangetikt door Balanta. En die gaat dan niet op de bom. En daar heeft Salemakers dan wel een punt. Dit had ook een gele kaart moeten zijn. Voor het afbreken van een aanval. Om hem beloftevol te noemen. Maar misschien iets te ver, gezien het verloop van de eerste 80 minuten. Door Kopperhoef, nee. Hij opnieuw voor Salemakers en dan Ruud Vormer. Zelden is er toch zo'n verschil geweest. Tussen deze beide ploegen. Het wordt pijnlijk voor de thuisploeg. Schrijvers in één tijd. Maar richten was moeilijk. Bruggetje bij Lucassen. Het hakje voor Vormer. En dan stond hij zelf nog aan het kanon. Siebe Schrijvers. Lange bal richting Telly. Buitenspel van Dennis. Die uit de achterhoede terugkwam. Invalbeurt nog van Charles de Ketelaar. Heeft nog maar zelden, zeg maar nooit ontgoocheld als hij mocht opdraven. Diatta naar de kant. De Ketelaar nog een tiental minuten. Chadli had zijn plunje uitgetrokken op het moment dat het 0-2 werd. Dus nee, een lekkere invalbeurt was het zeker niet. Maar de sfeer in het stadion en bij de thuisploeg is gelaten. Het is begonnen geladen. Het is inmiddels voorbij. Het is niet dat Anderlecht er niet voor gestreden heeft. Nee. Gewoon de loef afgestoken door een beter elftal. Dat is geen schande. Lucas, Vormer. Ja, veel mannelijker in de duels, veel feller. Veel juister ook. Zie de Schrijvers. Dat is goed werk van Sambi Lokonga. Chadli, Company, Kobout.
pas op Telly. De vlag de lucht in. Beker won hij met Twente, Nasser Chadli. Tegen Ajax, fenomenale match, 3-2. Na verlenging ook onder Michel Preud'homme. Balanta. Terwijl stilaan mensen het stadion verlaten. Zo'n company wou ook zo graag de beker winnen, want dat was hem met Anderlecht nog nooit gelukt. In zijn periode Anderlecht eruit in de kwartfinale tegen Heus de Zolder. In 2004, in 2005 in de achtste finale in Genk. En in 2006 met penalties in de 16e finales tegen Verbroedering Geel. Enkel Genk toe. Kan je een beetje vergelijken met het niveau van dit club. De twee momenten dat ze eruit gingen, die waren erger dan vandaag eigenlijk. Zeker onverwacht. Zeker zitten voor die loting, want dat wordt toch interessant. Krijgen we een West-Vlaamse derby in de halve finales en de topper dan tussen Antwerpen en Club. Zultewaardig en Kortrijk, hoe bizar ook gezien het verloop van de competitie voor beide elftallen. Laatste vijf derbies uitgedraaid op een zege voor Kortrijk. Openda nog even voor een sterke Dennis. En Antwerpen, de enige Belgische club die dit seizoen al kon winnen van Club Brugge. Het zou een enorm alfa en omega verhaal zijn mocht Antwerpen is op de heizel geraken dit seizoen. Dan wordt in alle voorbeschouwingen die wedstrijd tegen AZ nog eens opgerakeld. Salemakers, mooie paas. Mechelen zat ertussen. Buitenkant voet, achterloos getrapt. Mechelen is nooit achterloos, die let altijd op. Doku eraf. Lang geleden dat we Luka Adzic nog eens zagen. Die mag nog even spitsroede lopen. In de slotfase. Salemakers verhuist naar rechts. Adzic op de linkerflank. Frankie Verkouter en Zoon daar even in één beeld vervat. De ketelaar. De flair van de echte linksvoeten. Mignolle. Chadli. Mooi meegenomen voorbij Balanta. Nasser Chadli, de overstap. Dan wil hij te veel. Die ook weg van doen. Hens van Adzic. Die opwipper van Hans van Haak. Le Brugge kan dus nog altijd dromen van een 12e beker van België. 7 liefst deze eeuw. Anderlecht blijft steken op 9 bekers en maar 1.
deze eeuw, in 2008. De fantastische finale toen tegen AA Gent met niet één van de vijf doelpunten als hoogtepunt, maar de bal van Fadiga tegen de paal. Openda. Sobol. Openda. Een bal voor de ketelaar. Wat doet scheidsrechter Van Driessen? Is hij Clement? En telt hij niet te veel tijd bij? Daar is ook niet al te veel reden toe. Wacht een minuut of twee. Een vrije trap voor Club Brugge. En Jolijt in de twee vakken van Club natuurlijk. Als je al die wedstrijden van dit seizoen, die twee al optelt, ja, dan is de totaalstand van 4-1 er eentje waarmee Anderlecht goed wegkomt en die het vooral aan Hendrik van Krombrugge te danken heeft. Er komen toch 4 minuten bij. Dat wordt niet meteen op gejuich onthaald. Ook al probeert de speaker er nog een beetje sfeer in te krijgen. Mooie beweging van de ketelaren. Het schot is niet van dezelfde klasse als de dribbel, die hier al voorbij was. De bal ligt een beetje te veel onder hem. Maar hij geniet. De tweevoudige winnaar van de trofee Raymond Goethals. Chadli. Sabilo Konga. Salemakers met nog eens een doelpoging. Van Aken die niet naar Ajax trok. Het duo kon blijven vormen met Vormer. Dat was al een teken aan de wand. Mignolet halen. Nu blijkbaar ook toch gesprekken met Benteke, wie weet. De club heeft inderdaad een voorsprong genomen. Het mooie aan voetbal is dat het geen makkelijke partij wordt voor de Bruggelingen in Gent. Andere ploeg die toch goed bezig is met vaak knap voetbal, zeker thuis. Tillin en Salemakers. Oh, had er dan nog iets moois in gedachten, maar zit er ook helemaal doorheen. En dan lukken dribbles niet. Kalm, kalm, kalm. Een vraag de lijnrechter. Frankie Verkuijteren zal zich misschien ook wel eens afvragen waar hij aan begonnen is. Al was de spirit wel goed. Ook als het play-off 2 wordt, dan gaan we daar voluit in gaan. Dat is knap mocht het echt gebeuren, want daar zijn een aantal teams niet toe in staat. En de ploegen die het wel doen, hebben daar toch vaak baat bij. In de volgende competitie. De daarop volgende. Dus dat waren eigenlijk mooie woorden van Verkuijten. Ook omdat hij misschien wel beseft dat er niet meer in zit voor zijn ploeg. Enfin, het is geen schande om overklast te worden door dit Club Brugge. Niet alle ploegen in België zijn van dit niveau. Vormen.
Maar dat er mentaal oplapwerk nodig zal zijn voor Anderlecht zeker. Want deze wedstrijd opgeklopt tot die het seizoen moest redden. En dat is dus niet gebeurd. Nog een tiental seconden scheiden Club Brugge van de halve finales in de beker van België. Na Framborin en Oostende ging nu ook Anderlecht voor de bijl. Eén keer hing het aan een zijden draadje in Oostende. Op Framborin duurde het lang voor de 0-3 vorm kreeg. En dit was eigenlijk een kleine periode in de eerste helft niet te nagesproken. Een wandeling in het park, in het Lottopark. Club Brugge kwalificeert zich in stijl in Brussel. Anderlecht hoort wat boegeroep en ziet een half leeg stadion helemaal leeglopen. Het seizoen zal niet gered worden met een beker van België. Doelpunten van Vormer en Balanta zorgden voor 0 tegen 2. Company heeft het 90 minuten uitgehouden. Dat is een lichtpunt voor Anderlecht. Dat is encore voor mijn mama. En Matta heeft er schik in. En dat is ook knap. Meteen de felicitaties. Wedstrijd met één gele kaart. Dus ja, niet eens op het scherps van de snee. Maar dat heeft ook met dat verschil te maken. In de ploegen die vandaag op het veld stonden. Anderlecht heeft 11 wedstrijden om toch nog play-off 1 te bewerkstelligen. Moet daaraan beginnen. Thuis tegen Genk, naar Antwerpen en thuis tegen Club Brugge. Moet daar punten in rapen. Nadien volgen Cercle uit, Moeskroen thuis, A-Gent uit. KV Mechelen uit, Eupen thuis, Waasland-Beveren uit, Zultewaregem thuis, Sint-Truiden uit. Het programma van Club is ook nog fix. Maar ja, waarom zouden die bang zijn? Het is wachten op Eddy de Maris en een interviewee. Company en Clément met respect voor elkaar. Scheidsrechter Van Dries wandelt naar binnen. De spelers van Club gaan nog even hun spionkop groeten. Die van Anderlecht trekken naar hun fans. Onder aanvoering van Vincent Company. En krijgen een fluitconcert. Dat is ook niet echt genereus, want ja, beter kunnen, nee, op dit moment niet. Dat is vrij duidelijk. Die mevrouw heeft gelijk. Die applaudisseert toch nog. We kunnen naar Karel van Nieuwkerken en zijn gasten in afwachting van Eddy de Maris aan het interviewbord. Karel, aan jullie. Betway, trotse sponsor van de Croky Cup. Ja, Club Brugge neemt in die tweede helft makkelijk de maat van Anderlecht. Wesley Sonck en Gert Vrijen hebben dat ook gezien. Is dit waarom Anderlecht 11e staat in de competitie en Club Brugge ja, helemaal alleen bovenaan? Volmondig, ja. Dat is het grote verschil. Niet alleen kwaliteit, maar ook in punten. Ja. Wat zijn de waardeverhoudingen van vandaag gewoon? En dat is, dat viel dan 20 minuten in de eerste helft viel dat nog wel mee. Maar in de tweede helft en hoe langer dat de match dan duurde en zeker na de voorsprong, ja, dan wordt dat verschil duidelijk. Ja, je had even de indruk in die eerste helft dat Anderlecht toch kwam. Maar ja, ze werden onmiddellijk de mond gesnoerd in het begin van die tweede helft. Dat doelpunt viel heel snel natuurlijk, hè? Dat doelpunt van Ruud Vormer. Dat had niet beter kunnen beginnen als je de tweede helft aanvangt en meteen kansen krijgt. Voorzet van Sopol. Dan op de slof door Van Aken, wat in twee keer goede save weer van Krombrugge, die toch zeer belangrijk is geweest voor Anderlecht voor een grotere pandoering te vermijden dan Dennis, die wat speelt met Kobout. Matta, ja, dat is... Ja, die stop.
Ja, die was vandaag geweldig weer. Zeer makkelijk voorbij. En dan denk je, waarom schiet Vormen niet? Maar dat doet hij dan toch met zijn iets... En het blijkt dat een doelpunt toch wel iets leuker is om te maken dan assist. Is het niet, Ruud? Zeker, zeker, zeker. Ja, Ruud Vormen is erbij komen staan, hè, bij ons. We hebben gewoon goed gespeeld vandaag. Zat alles in, diep gaan, achter een verdediging lopen. Daar kan je ploegen pijn doen. Dus. Jullie begonnen furieus aan die partij ook. Hè? Dat eerste kwartier hadden jullie eigenlijk al het verschil moeten maken. Ja, zeker. We hadden sneller moeten scoren. Maar ja, het zei zo. Op Anderlecht is het altijd moeilijk voor ons. Dat is bekend. Dus ik ben heel blij dat we gewonnen hebben. En half finale voor de beker. Hè? Wij zeiden net, op basis van wat we nu gezien hebben in die tweede helft, zag je waarom Anderlecht 11e staat en Club Brugge helemaal bovenaan. Er is een kwaliteitsverschil, maar er is ook een mentaliteitsverschil. Ik denk allebei. Ik denk dat, ja, dat die gasten echt in een dip zitten. En wij zitten in de flow. Het gaat heel goed met ons. Maar we zijn er nog lang niet, heb ik al eerder gezegd. Maar we moeten gewoon door blijven gaan. En zondag weer op Gent. Ja, het is van de ene match naar de andere. Hè? En het zijn echt allemaal topmatchen, belangrijke matchen. Ja. Jullie kunnen in Gent alweer een stuk van de competitie beslissen. Ja, het is lopend hoor, al die wedstrijden, eerlijk. Maar daar doe je het wel voor. Die training is ook niet altijd leuk. Dus zondag zijn we er weer klaar voor hoor. Zwaar. En dan wacht Zultenwaardigem alweer op vrijdag. Dus de kerstkalkoen zal niet te zwaar mogen vallen. Nee. We houden het rustig. Maar daarna gaan we wel een beetje genieten, hè, jongens. Hey. Ja, als je wint en je speelt goed, dan wordt Tony moe van. Ja, tuurlijk. Daarom, we spelen heel goed voetbal en we creëren heel veel kansen. Hè? En de eerste helft had je al het gevoel van, hier lopen we overheen. En gelukkig hebben we dat gedaan. En nu begin jij nog te scoren? Nou, ongelooflijk zeg. Hey. Dat het zo lang geduurd heeft. Ja, heel lang, heel lang. Maar ja, we hebben nu nog helemaal afgemaakt tijdens de rust. Het hoort erbij. Het zit niet altijd mee, maar we winnen. Dat is het belangrijkste. Je bent verkozen tot man van de match, ook, Ruud. Maar ik heb wel een paar nog betere gezien bij ons, hoor. Ja, ik zei het daarnet ook. Het is een perfect evenwicht. Dennis. Maar het gaat wel om bepalend zijn en beslissend zijn. Ja, ja, ja. Oké, okay, goal en assist. Ja, wat kunnen wij anders doen? Maar is dat ook de kracht van hen nu net? Het evenwicht tussen dragende en dienende spelers, dat perfect is? Ja, ik probeer dat, hè. Tuurlijk. Ik ben ook een van de ouderen. Dus ik moet de jongens ook meetrekken. Maar wat die allemaal doen af en toe op snelheid. Kijk ik mogen uit, hoor. Wel lekker als je zo snel bent, hoor, Karel. Ruud, ik ga je laten vertrekken naar de kleedkamer. Bedankt om even halt te houden bij ons aan deze tafel. Ja, het is altijd fijn met Ruud Vormer praten na een wedstrijd. Ja. Zelfs bij een verlies blijft hij ook nog zichzelf. Vandaag is natuurlijk nou winst. Ja, zoveel hebben ze nog niet verloren natuurlijk. Ja. Alleen tegen Antwerpen. Drie keer dit jaar. Ja. Tegen PSG, tegen Real en tegen Antwerpen. Die tweede goal die valt op een stilstaande fase, op een corner. Balanta die daar alleen wordt gelaten. Alleen wordt gelaten. Anderlecht verdedigt in zone. Mm-hmm. Dus ja, dan heb je geen individuele verantwoordelijkheid. Maar goed, het is wel zeer goed getrapt om te beginnen. En dan komen zij met drie goede koppers. Met Dennis, met Balanta, met Deli. In een zone waar Kopbout dan nog eigenlijk alleen staat. Dus het is eigenlijk op dat moment 3-1. Kopbout had geen schijn van kans. Je ziet ook hoe Mechelen daar Kompany uitschakelde in die eerste zone. Ja. Hun beste koppers staan van voor. Ja, dan staan ze van voor. En dan zie je Lokonga in principe. Als je in zone speelt, moet je vanuit die positie de bal aanvallen. Maar dat doet hij niet. Hij is de enige. Ze zijn met drie in die zone, zoals Gert zegt. Maar je moet toch ergens proberen. Hij blijft... Maar Kompany en Lucas in die eerste zone hebben veel te maken met Van Aken. Hè. Van Aken loopt veel eerste zone, eerste paal. En ja, daar hebben ze ook terecht schrik van natuurlijk. Want hij is ook een hele goede kopper en kopt ook corners binnen. Dus ja, daar de aandacht naartoe. En dan ja, in een zone ja, tegen iemand die zo komt ingelopen, Karel altijd verloren. Ja, ik ga even naar Eddy Demmers. Die staat daar wat verder en die heeft ook iemand bij zich. Hans van Aken, heb je het ooit al zo makkelijk geweten hier op Anderlecht voor Club Brugge? Goh, achteraf bekeken niet, maar dat is ook omdat we het goed doen. En scherp starten, dat was het belangrijkste. En, ik denk dat we vanaf minuut 1 die match in handen genomen hebben. Ik denk in de eerste helft, de laatste 10 minuten kwartier, dat we ze misschien soms iets te veel lieten komen. Maar ik denk dat dat het enige moment in de wedstrijd was dat ze een beetje balbezit hadden en toch een keer gevaarlijk zijn geweest. Voor de rest hadden we het goed onder controle. Oké, we scoren ook op die ideale momenten. En oké, op het einde is het dan rustig uitspelen. Oké, je wilt proberen nog die derde te maken, maar op het einde zag bij hun dat, dat de fut er een beetje uit was. Dat ze het ook zelf niet meer, het vertrouwen niet meer hadden om nog terug te komen. En dan hebben we gewoon het geloof van hun op tijd afgepakt. Het verschil in de tweede helft was wel bijzonder groot, hè? Schrok je daarvan? Kijk, we weten dat Anderlecht op dit moment
niet hun beste periode heeft. Dus het was zaak om scherp te zijn, goede druk te zetten, ze niet laten voetballen. Want als je ze laat voetballen, dan kunnen ze dat wel. Maar we hebben ze goed onder druk gezet. En oké, dan weet je, als een ploeg in moeilijkheden zit, is het niet gemakkelijk om daar onderuit te komen. En wij, in tegendeel, wij zitten in een goede periode. Dus ik denk dat wij gewoon vandaag zo de perfecte match hier spelen om tegen deze ploeg die overwinning binnen te halen. En u kiest, tegen wie wil je spelen? Nu maakt het op zich niet meer zoveel uit. Hè. Dus we zijn er met vier ploegen. Iedereen zal zeggen, Kortrijk of Zulte voor makkelijker misschien in de finale te raken. Maar dat is niet zo. Nu, cupmatchen zijn altijd lastig. En dat is altijd nu twee matchen alles geven weer om in die finale te raken. Dus we zullen zien wie het wordt. Wij moeten gewoon weer kijken naar zondag en ons ding weer doen. Dankjewel. Ja, Hans van Aken. Die de goede analyse maakt. Hè. Er zijn geen makkelijke ploegen als je in de halve finale van de beker staat. Want het is een duel in twee matchen. En dat is misschien wel in het voordeel van club ook. Ja, ze zien wie dat de volgende wordt. Hè. Dat zullen we zelf zien. Maar sowieso is Antwerpen is voor club de zwaarste tegenstander. Maar dan toch liever in twee matchen, denk ik, voor club dan in dat één match. Dat denk ik dan ook wel, als je zo redeneert. Maar goed, als die anderen zijn... Die anderen, denk ik, Kortrijk en Zulte Waregem, denk ik niet dat in twee matchen een kans heeft tegen Club Brugge. Dus ja... Zullen zien. Ja. Jullie hebben die tweede helft samengevat in één fase van 2 minuten en 12 seconden. We hebben ze wel moeten versnellen. Ja, want anders is het lang, dat is mijn schuld, maar ik denk dat je daar de perfecte waardeverhouding, het woord is hier al gevallen, kan samenvatten. En het is nog niet zo vaak gezien, denk ik, dat een ploeg hier op Anderlecht op Belgisch niveau. Wat was het, een 2 minuten 20, 30. 2 minuten en 12 seconden. Ja. En goed, die bal hier kan rondspelen. De druk van Anderlecht is niet meer samen, hè, Karel. En dat is ook toch wel bepalend. Het was al 2-0. Dan weet je dat het gelopen is. En dan moeten we het op real-time weer zetten om te zien dat Dennis eigenlijk een foutje maakt. Het is ook een gevolg van te blijven bewegen. Hè, Karel. Want ik wil zeggen, balbezit en goede passing. Maar iedereen blijft altijd wel lopen en blijft zich vrijmaken. Want anders houden die bal niet. Ik moet naar de coach. Philippe Clement, die staat bij Eddy de Mars. Ja, Philippe. Ze hebben net die 2 minuten 12 seconden, was het denk ik, dat jullie die bal rondspelen in de tweede helft. Dat zegt een beetje alles. Hè. Jullie waren gewoon veel beter dan Anderlecht. Ja, ik denk dat heel duidelijk de verdiende winnaars zijn vandaag... met heel veel kansen. En een sterke van Kronburgen weer vandaag, hè, die een paar fantastische saves doet. Mooie doelpunten, mooie aanvalsacties. Goede speler die invallen ook, op het einde. Dus die jongens blijven verder stappen zetten. En dat is ook hetgeen dat we van hen verlangen. Dat we van hen eisen ook, om verder te blijven verbeteren. En in dat collectief voetbal te blijven spelen. Want dat is voor mij het belangrijkste. Er zijn geen echte uitblinkers. Iedereen doet zijn job, iedereen werkt hard voor de ploeg. Iedereen zorgt voor ruimtes voor elkaar en ze blijven groeien. En nu ben ik al aan het nadenken over minder dan 72 uur van nu, hè, dat we naar de Gelamco Arena moeten. Dus dat wordt weer een nieuwe uitdaging voor heel de groep om na deze wedstrijd daar terug klaar te zijn. Ja, toch nog heel even bij deze wedstrijd blijven. Schrok je er eigenlijk van hoe makkelijk het ging? Heb je het ooit al zo meegemaakt op Anderlecht? Nee, ik heb het nog nooit zo meegemaakt, maar we weten Anderlecht niet... in hun beste vorm is op dit moment. Maar je verwacht wel natuurlijk, een gewond dier is altijd gevaarlijk om tegen te spelen. Maar we zijn vooral gefocust op ons eigen spel en we proberen elke week uit de fouten die gebeuren lessen te trekken om dingen te verbeteren. En je ziet dat de groep dat beter en beter begint op te pikken. Ja, Gert Vrijen gaat dadelijk loten, Wesley Song staat er ook bij. Ik weet niet wie welk balletje gaat nemen. Wie moeten ze trekken voor jou? Nee, dat maakt niet uit. Als je de beker wilt winnen, dan moet je iedereen kunnen uitschakelen. Dus, je hebt toch een voorkeur tegenstander. Dus geen enkele druk naar Gert en Wesley toe. Oké, ze mogen kiezen. Dankjewel, Philippe Clement. Ja, dat gaan ze ook doen. Zijn wij gerust. Die balletjes zitten natuurlijk... die papiertjes zitten veilig in die balletjes. En er zijn geen opgewarmde balletjes. Ze hebben allemaal... een goede 10 graden, zeker bij deze temperatuur. We gaan nog wat kansen tonen, want die zijn er wel geweest in de tweede helft. Hè? Veel voor club. Het had snel 2-0 moeten zijn, 0-2 moeten zijn, want Van Kronbrugge deed daar een geweldige redding. Ja, absoluut. Met hier een balverlies, bal achteruit van Kayembe, die niet gezien had dat touw daar stond. Gemak nu touw wel voorbij, compagnie. Dennis voorbrengen, Van Aken in één tijd. Dat is klasse aanval uiteindelijk, klasse omschakeling. Met een fantastische redding ook met de voet van Kronbrugge. Dus daar hield hij
zijn ploeg nog van de 0-2. Maar hier weer Dennis, hè, ook in die 1-tegen-1 situaties. En Karel tegen de verdedigers. Mm-hmm. Ja, dat is zo makkelijk uitschakelen. Zoveel kwaliteit en snelheid bij de gasten. Hier een schot van die had alweer goed gepakt van Krombrugge. Nou, nog is De Lee op een hoekschop, afvallende bal van een hoekschop tegen de paal. Dus ja, het hadden er nog meer kunnen zijn. En dan had het extra pijnlijk geweest. Hier, arm of niet van de kopbouw, het maakt uiteindelijk niet veel meer uit. Je kunt over discussiëren, denk ik. Ja, wat vinden jullie? Ik vind het niet, maar voor mij hoeft dat niet op de stip. Nee, ik denk in de geest van het spel zou het niet zijn, maar volgens de nieuwe spelregels zou het zou wel... hebben de stip moeten. Ja, eigenlijk wel. Breder. Ja. Ja, dat is dan weer de discussie openen. Wat is hens en wat is geen hens? Ja, het is vooral door u in profiel te draaien, ja. Natuurlijk. Ja, we zijn hier ervoor, draaien u in profiel en ja, ze zijn naast u. Ja, het was naast u. Ja, dat is... Enfin, het heeft de match niet beïnvloed. Wat heeft Anderlecht daar tegenover gesteld van kansen? Ja, een paar schoten op doel. Hè. Dat is zeer weinig geweest. Hè. Het was, ik denk, nog 1-0 of 0-1 net geworden na het doelpunt van Vormer. Dat Salemakers hier naar binnen komt en schiet. En dat was een redelijk begin, zou je denken, van de tweede helft na het doelpunt dan deze kans van Salemakers. Maar voor de rest, Karel, was het te weinig. Hè. Als je dat ziet met de recuperatie van Vlad nog. En dan het schot van Kayembe. Ja, als Kayembe al vanaf 25 meter naar een doel moet trappen en die jongen scoort nooit, dan weet je dat je eigenlijk heel weinig hebt. Het is wat Van Aken zegt. Je voelt ook dat de fut eruit is, dat het geloof er nog uit is. Zeker na de 0-2 bij Anderlecht. Daar maak je dan gebruik van. Ja, maar ook voor de 0-1, Gert, en de 0-2. Wat Anderlecht creëert geen kansen. Hè? Dat is wat we dat heel het jaar eigenlijk zien. Hè? Nee, ja. Dat ze van de Hoef eerst. Het verschil met Diatta en Dennis, die zo acties kunnen maken, dat zien we zeer weinig bij Anderlecht. Ja, we hebben nog niemand gehoord van Anderlecht. We gaan eens luisteren naar Jeremy Doku bij Eddy de Maris. Ja, grote ontgoocheling neem ik aan. Ja, we waren goed begonnen, denk ik. En we wisten wat we moesten doen. En dan kwam de tweede of de eerste goal heel snel. En daarna zijn ze begonnen de bal te hebben en zo. En ja, kwamen niet te veel aan kansen toe. In de loop van de eerste helft kwamen jullie wel goed in de wedstrijd, ook met de steun van het publiek. Ja. En in de tweede helft, dan was het op na die twee goals? Nee, maar ze waren goed in plaats, denk ik. En we kwamen niet echt uit in pressing, denk ik. En daar was het probleem. Het is helaas de realiteit nu dat Club Brugge op dit moment gewoon sterker is dan Anderlecht. Ik weet niet wat we dat kunnen zeggen, maar ja, ze zijn goed bezig. Ze zijn bezig aan een goed seizoen. Maar wij gaan blijven ons best doen en zoveel mogelijk punten pakken en ons best blijven doen. Ja, opladen voor de volgende matchen, want het zijn nog zware matchen die eraan komen. Hè? We gaan proberen elke wedstrijd te winnen en zo goed mogelijk voorbereiden. Dankjewel. Ja, Jeremy Doku bij Eddy de Maris. De bokaal is er met de vier balletjes en Stijn van Bever, de woordvoerder van de Pro League, is er ook. Meneer van Bever, tevreden met de vier ploegen die in de halve finale zitten? Het zijn altijd mooie ploegen die in de finales komen. Hè. Uiteraard, we kijken al uit naar de halve finales en dan de finale. Het wordt sowieso weer een interessante editie. Oké, vier balletjes. Gert en Wes, jullie mogen ombeurten een balletje trekken. En dan gaan we zien wie de halve finales zijn. Hè. Jij moet beginnen. Ja, jij natuurlijk. Hè. Ja. Ik zal wel een beetje rollen. Gert, het is Stijn die de balletjes moet opendoen. Jullie mogen gewoon de balletjes eruit halen. Sorry. Dankjewel. Ze zijn dichtgeplakt, denk ik, met siliconen. Maar ze gaan wel degelijk open. Ooit open. Ja, ooit open. Op deze camera mag je tonen. Ja. Of op deze camera, daar mag je tonen. Halve finalist is Club Brugge. Club Brugge is de eerste halve finalist. En die spelen thuis tegen Wesley. Het is dus met heen- en terugwedstrijden. Dus eerst thuis voor Club Brugge. En de tegenstander van Club Brugge is... wordt Zulte Waregem. Twee duels extra tegen Zulte Waregem voor Club Brugge. Spelen er tegen op tweede kerstdag al, op 26 januari. Dan gaan we kijken, december. We gaan kijken naar de tweede halve finale, Gert. Wie er thuis speelt, hè? Ja. Wie er thuis speelt, we weten natuurlijk de twee ploegen. Het is Antwerpen en KV Kortrijk, rood-wit tegen rood-wit. De thuisploeg wordt voor de eerste wedstrijd Antwerpen. Antwerp-Kortrijk, we moeten dat balletje er ook nog uithalen voor de goede gang van zaken. We moeten zeker zijn dat de naam Kortrijk daaruit komt. Stel je voor. Ja. Stel je voor dat Union of Standard eruit komen. Ja. Gaan we zien, maar het is wel degelijk. Ik zie het nu al. Het is gelukkig KV Kortrijk.
De twee halve finales zijn bekend, dames en heren. We hebben dus Club Brugge tegen Zulte Waregem en we hebben Antwerp tegen KV Kortrijk. Antwerp en Club Brugge spelen eerst thuis. De terugwedstrijden zijn dan later op het veld van de tegenstanders. Mooie loting? Zijn jullie tevreden over jullie zelf? Ik denk dat wel. Ik denk dat Club en Antwerp niet content zijn als ze eerst thuis moeten, denk ik dan. Maar goed. Voor de rest, langs de andere kant gaan ze misschien wel content zijn, want ze denken misschien dat ze makkelijkere wedstrijden gaan hebben tegen Kortrijk en Zulte Waregem. Ja, je kan ook een derby krijgen, Kortrijk-Zulte Waregem in de finale. Dat is ook nog mogelijk. Dat zou de max, dat zou de max zijn. Ja, dat zou de twee verrassingen zijn in de halve finales, maar dat kan. Dat kan, maar er gebeuren minder verrassingen, Karel, als het heen en terug is. Hè. Ja, maar de opeenstapeling van matchen komt er wel aan, hè? De club moet na nieuwjaar ook nog Europees spelen. Dat is waar, maar tot hiertoe hebben ze altijd makkelijk verteerd. Dus ik denk dat ze dat gewoon gaan volgen. Ja. Het is natuurlijk wel leuk als je een aantal grote ploegen hebt in dat stadium van de halve finales. Hè. Het is in het verleden al af en toe gebleken dat die beker tegen dan onthoofd was. Dat is nu niet het geval. Nee. Voor tv is dit fantastisch. Ja, ik denk dat ook. Alle twee gaan de nodige aandacht krijgen. Ja, en super. Anders gaat er toch eentje, stel dat Club Brugge in Antwerpen is, dan gaat er weer eentje met al de aandacht lopen en de andere krijgt niks. Dus nu iedereen content, denk ik. Ja, zoals die loting van de Europa League ook fantastisch is. Niet alleen voor tv, maar voor het Belgische voetbal. Je speelt tegen Manchester United en tegen AS Roma. Ja, dan ga je direct zien hoe ver je staat. Hè. Ik heb Club Brugge al horen zeggen, sommige spelers en mensen van Club Brugge, dat ze iedereen aankunnen. Wel... Ze mogen dat trekjes laten zien. Hè. Mm-hmm. Goed, ik denk dat we stilaan kunnen afsluiten. Meneer Van Bever, bedankt om de loting hier te komen doen. Wesley en Gert, bedankt voor jullie hulp bij de loting en jullie deskundige analyses in de loop van de avond. Club Brugge heeft Anderlecht dus overklast in deze kwartfinale. 0-2 winst en het had meer kunnen zijn. Zaterdag zijn we er al terug, live op Sporza met cyclocross. Er is de Waaslandcross in Sint-Niklaas. En aansluitend is dat op het journaal van 1 uur. En op Canvas is er om 6:30 de finale van de FIFA World Cup tussen Zuid-Amerikaanse kampioen Flamengo en Champions League winnaar Liverpool. Tot dan of tot later. Ik wens u een hele fijne nacht toe. Tot ziens. En we zijn vertrokken. De Croquis Cup, dat smaakt naar meer.